Die dag waar je eigenlijk al vanaf november naar aan het uitkijken bent. Yes! Het openingsweekend. Met als eerste wedstrijd Omloop het Nieuwsblad. En op de zondag Kuurne, Brussel, Kuurne. Dat is Brian. Kai Reus als eerste Nederlander in de kopgroep. En ja, wie zit er nog bij? Brian van Goetem, onze ziel uit Sluiskille. Ik noem hem de laatste weken ook al Brian Breakaway van Goetem. Want voor de zoveelste keer zit hij weer in de kopgroep. Vanavond maat lang, ver. Toe. Als hij niet stilvalt is voor hem. Als hij niet stilvalt. Ja, Greg. Mooi. Goh. Eerste voorjaarswedstrijd en direct een prachtige met een schitterende winnaar. Ik heb genoten vandaag. Mooie winnaar, Greg van Avermaat. Ja, en nu benieuwd. Want morgen, Kuurne, Brussel, Kuurne. Goedemorgen. Ja, we zijn in Kuurne voor Kuurne, Brussel, Kuurne. Het is wel een bijzonder dagje vandaag, want ik mag mee met de ploeg van Lotto Jumbo in de gastenwagen. Ik geloof dat we nog een paar bidons onderweg aan moeten geven en voor de rest geen idee wat we allemaal zien en tegenkomen. Daarachter is de start en het startpodium. Daar komen de renners om te tekenen. Maar het is veel leuker om te gaan kijken bij de renners zelf. De nieuwe fietsen van het jaar. Ja, de nieuwe spullen die ze allemaal hebben. Dus als je een keer gaat kijken, gewoon naar de fietsen toe. Ja, want in welke sport maak je het mee dat je gewoon de renners ziet en zo dichtbij kan komen? Net als hier, Robert Wagner. Handtekening uitdelen. En ja, dan kom je nog veel meer bekende mensen tegen. Ja, en dan kom je allemaal leuke mensen tegen en ook herkenbare mensen. José Been, ja, je werkt bij Eurosport als commentator, maar nu ben je bij Wanty. Ja, het is misschien voor sommige mensen een rare combinatie, werken voor een ploeg en werken bij Eurosport. Het is zo dat ik eigenlijk alleen etappenwedstrijden doe op Eurosport en dat zijn meestal de wedstrijden waar deze ploeg niet rijdt. Dus de grote rondes, Tour de France, de Vuelta. Catalunya, Baskeland, dat soort wedstrijden, Parijs-Nice, ja, daar starten zij niet. Dus voor mij is het dan een goede combinatie. En je werkzaamheden nu bij Wanty, wat doe jij nou vandaag? Ik doe eigenlijk gewoon de website, Facebook, Twitter, press officer noemen ze dat. Leuk om te doen? Ja, zeker. Het is heel erg leuk omdat wij bij Eurosport eigenlijk gewoon altijd in de studio werken. Om ook een plek te hebben op de koers. En je leert veel van de mechaniekers, de soigneurs, van de renners natuurlijk. Dus voor mij is het een mooie combinatie, maar het houdt wel binnenkort op, want ik stop er wel mee. Echt waar? Ja. Oh jee? Ja, ik heb het nu bijna 2 jaar gedaan en het is tijd voor wat anders. En dan misschien een nieuwe ploeg in de toekomst? Of, ja. Wie weet, ja, dat kan altijd. Ja. Ik vind de combinatie leuk. Journalistiek gezien is het misschien soms een beetje lastig te verkopen, maar voor mij werkt het. En ja, ik ben een freelancer, dus uiteindelijk moet de schoorsteen ook roken, hè? Maar gelukkig blijft ze gewoon nog commentator bij Eurosport. Ja, we hebben de auto gepakt en we zijn naar de eerste bestemming gereden, de Edelaren. De eerste beklimming van de dag, direct een kopgroep weg. Ja, die kopgroep zonder Lotto Jumbo, die pakte flink wat tijd, een minuut of 8 à 9. Ja, en dan gaan we naar de Canarieberg, dan wordt het wat kleiner allemaal. En dan begint eigenlijk de finale, hier de kopgroep, onder andere met 2 Roompot mannen. En hier de grote groep, schitterend hoor om te zien. Lotto Jumbo voorin. Andere Brandt hier aangereden. Ja, en dan wordt het spannend, dan wordt zigzag en dan kunnen de renners veel zien en rennen wij naar de auto. Ja, want het is dan een gastenwagen, maar in die gastenwagen daar zitten ook altijd wielen en eten. Maar ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Zo'n renner die kan natuurlijk net voor je neus lekker rijden. Dan kan hij altijd nog een wiel steken. Maar ja, wij worden goed verzorgd hoor. Lekkere broodjes van Jumbo. Wat heerlijk. En de volgende plek alweer de Hotel. We zijn nu redelijk in koers. Nou, de groep ligt nog een minuutje of 4 à 5 voor. Ja, lopen we het op. Ja, ja.
Dat scheelde niet veel. Ja, dan is het rennen, want de finale van de wedstrijd is begonnen. Links en dan gaan we snel bij de Kwamers zijn. Kom op, mannen. Wat nou mooi is, we kunnen ook meeluisteren op de koersradio van de ploeg. We worden net Frans Maas horen we praten en die zei: jongens, het komt er nu aan. Kwaremond komt er onder andere aan. Het is nu het moment van de wedstrijd. Maar eerst de Côte de Trier voor ze naar de oude Kwaremond gaan. En ja, daar komt het peloton aangereden. En ja, 1, 2, 3. Ja, Lotto Jumbo zit goed voorin. Rijden echt prima mee. En zelfs hier zo Dylan Groenewegen hier onderin. Ja, de sprinter die het misschien wel af kan maken vandaag. Ja, en dan is het haasten naar de top van de oude Kwaremond. Oh, ze kan stijven. Kom op, red je man. Mooi. Kom op, door. Kom aan, Maarten. Kom op. En dan is het even rennen, want iets verder komen ze ook weer naar beneden van de oude Kwaremond af. Kom, Dylan! Hey. Ja. Daar komt Jos hier op play. Ja, en dan rijden we door naar de Tiegenberg. Daar moeten bidons aangegeven worden. Het is finale van de wedstrijd. Ja, wie wil er een bidon aangeven? Ja, ik wil het best doen. Ik heb het alles gedaan, dus kom maar met dat shirt. En dan doe ik het wel. Dus op de Tiegenberg sta ik dus met mijn Lotto Jumbo shirt aan om bidons aan te geven. Dit is de kop van de wedstrijd. En wie zit daarbij? Dylan Groenewegen. Ik zie hem aankomen aan de linkerkant. Ik kijk even. Hij pakt niet bij de eerste man. Pakt hij. En hier zo, huppatee, hij pakt hem. Hij laat hem vallen. Of het mijn schuld is, weet ik niet. Maar hup, ik heb geen tijd ervoor. Want de tweede man komt er ook al aan. Even kijken. Ja, daar komt hij. Nee, die laat hem gaan. En dan Tom Lezer, hier zo. Die pakt een bidon. En van mij nog een bidon. Nou, dat gaat vlekkeloos. Ja, want een bidon in de finale, zoals je hier ziet. Ploegleiders zitten er niet direct achter. Eten is belangrijk en vooral in die laatste meters. Ja, Julia, want ik baal er eigenlijk best wel van dat Dylan Groenewegen zijn bidon moest laten vallen. Ja, helaas, je kan er niks meer aan doen, maar dat zijn de dingen die essentieel zijn in de finale. Groepje erbij, groepje eraf. Het is een spannende finale totdat Jasper Stuyven van Trek er vandoor gaat. Chapeau. Maar dan de sprint voor de tweede plek. Nee, Dylan Groenewegen, kan hij het? Boni en Christophe, 4, ja. Yes! Na Christophe en Boni wordt Dylan Groenewegen toch een prachtige vierde plek. Ja, alleen je ziet hem aankomen net na de finish. Lichaamstaal zegt genoeg. Niet tevreden met een vierde plek. En dan druipen de renners één voor één binnen. Heb je gewisseld? Goeie vent. Oké, man. Ja, dit was een mooie en bijzondere Ribe de Bie. Ja, dank aan Willem Geschieren als schipper dat ik mee mocht vandaag. En natuurlijk bedankt aan Lotto Jumbo, want echt. Wat een fantastische dag om dit mee te maken en daar je ook nog de bidonnen dan aan mag geven. Het was een topdag. Dankjewel.
Dit was deze Ribe de Bie. We zijn er al heel snel bij, want ik ga naar de nieuwe documentaire van Sven Nys. En niet te vergeten, duimpje omhoog als je dit leuk vond. Hieronder abonneren om natuurlijk niks te missen. En tot de volgende Ribe de Bie.